Health for Life project gaat eigenlijk over alles wat met het menselijk lichaam te maken heeft. Over slechte gewoontes en de gevolgen ervan op het lichaam. Il titolo del progetto è Salute per la loro vita, quindi l'obiettivo era quello di renderli consapevoli che le loro scelte hanno comunque delle conseguenze su quello che fanno, quindi ragionare sul fatto che i diversi argomenti, alcol, droga, eccetera, hanno un impatto sulla loro vita. Het leukste vinden ze eigenlijk gewoon het leren kennen van andere leeftijdsgenootjes in heel Europa. De verschillen zien, de overeenkomsten, kunnen lachen erom en om zichzelf kunnen lachen. Het was allemaal heel erg leuk en als er iets verkeerd ging, dan konden we gewoon om lachen. En dan maakte het ook niet uit of het verkeerd ging. En daarom was het allemaal gewoon superleuk om mee te maken. Echt heel erg leuk. We hebben geleerd dat stare troppo davanti al computer o ai telefoni danneggia gli occhi e dovremmo uscire insieme invece e divertirci. Ik heb wel met België een camera sessie via in het lokaal en we zaten dan in België over teken en wat ze kunnen doen en wat voor ziekte ze ervoor kan krijgen, maar op dat moment zat ik dus ziek thuis achter mijn computer, probeerde ik toch mee te doen, maar het was wel echt gewoon gezellig en zo leerzaam. Alleen af en toe deed de verbinding een beetje vervelend. Mi sono piaciuti anche molto gli esperimenti che abbiamo fatto perché poi abbiamo dovuto tradurli in inglese e quindi abbiamo dovuto anche usare termini più tecnici e non soltanto della lingua parlata normale. Ho imparato che la verdura, anche se non mi piace, devo mangiarla e non andare nei fast food perché sono dannosi. Omdat normaal zit je in je eigen leslokaal en doe je eigen ding, maar nu krijg ik allemaal materiaal uit heel Europa van allemaal docenten. È una grande opportunità per noi insegnanti di imparare cose nuove. Inoltre permette appunto un nuovo approccio all'insegnamento dove i ragazzi assumono un ruolo attivo e anche per noi insegnanti significa imparare e non solo insegnare. Het leukste voor docenten is dat leerlingen heel veel leren, maar het genezen in de gaten hebben. Omdat ze meer bezig denken te zijn met de leuke jongens of de leuke meisjes. Maar ondertussen pikken ze heel veel van elkaar op.